Er was eens, eind 15e eeuw, in Japan, een land hier heel ver vandaan, daar leefde een shogun. Je weet wel, zo'n militair leider met zo'n prachtig gouden zwaard om zijn borst heen en mooie gewaden aan. Maar het allermooiste wat hij had, was een Chinese theepot. Daar was hij zo trots op. Elke dag schonk hij daar zijn thee uit. Aan zijn gasten, aan zichzelf. De lekkerste geurige thee die je maar kon bedenken. Een prachtige pot. Maar op een gegeven moment, op één dag, gebeurde er een ramp. Hij liet de theepot, vlak voordat hij het kokende water erin goot, liet hij vallen. En de pot brak in 1000 stukken. Grote, mooie stukken, maar hij was echt kapot. En wat nou? Wat moet ik nou doen, dacht hij. Mijn mooiste kleinood, mijn dierbare theepot, wat moet ik daar nu mee? Ik kan er niet zonder. En hij zond hem terug naar China voor reparatie. Weken gingen voorbij, uren gingen voorbij, dagen gingen voorbij, maanden gingen voorbij. En toen kwam de theepot weer terug, gerepareerd en wel. En de shogun was blij, ik heb hem... Maar toen zag hij dat hij gerepareerd was, met ijzeren krammen, en alle scheuren zaten er nog in. En hij vond het verschrikkelijk, echt niet om aan te zien. Dat kunnen wij Japanners, designers van huis uit, wij kunnen dat veel beter, dacht de shogun. En zo ontstond de kunst van kintsugi. Dat is dat breuken worden gerepareerd met lakwerk en daarnaast extra geaccentueerd met goud. En dit leidde tot een ware rage in de 16e, 17e en 18e eeuw in Japan. Er waren zelfs mensen die een theepot bewust kapot gooien om hem vervolgens te repareren en het goud weer in elkaar te zetten. Geschiedenis van Brabant en geschiedenis van Japan. Wat leert dit verhaal ons nou? Dit gaat over een object dat je, als het kapot is, normaal kunt weggooien. En dat dan misschien in de vorm van in de bodem, archeologie en daarmee erfgoed van de toekomst gaat worden. Maar het gaat juist om het omarmen van het imperfecte. De pot is niet meer mooi, er zitten breuken in, maar we accentueren de breuken juist. En daarmee worden de gebruikssporen komen juist in het zicht. Die laten we juist zien. Dat past bij een Japanse filosofie van de wabi-sabi. Ik heb het echt op internet opgezocht. Dit mag u gaan nakijken. De breuk en de reparatie zijn dus van dat gekoesterde object zijn een heel waardevol onderdeel geworden van de levenscyclus van dat object. En eigenlijk laat je daarmee zien hoe het met erfgoed zit, dat is duurzaamheid ten top. Het accentueren van de breuk maakt het object dus letterlijk sterker, want die breuken met lakwerk die zijn veel strakker en veel sterker dan het aardewerk dat er tussenin zit, maar ook figuurlijk wordt het sterker. Want het machinaal gefabriceerde object krijgt in één keer, doordat die gebruikssporen erin zitten en die breuken en die met goud geaccentueerd en gerepareerd zijn, krijgt het in één keer een eigen gezicht. Eigen smoel, eigen identiteit, een uniek verhaal wordt het daarmee. Oud wordt goud. En het laat ook nog zien dat het repareren met handen, dat dat door mensen gedaan wordt, niet door machines. Nee, elk uniek object met zijn eigen gebruikssporen, met zijn eigen goud, laat dus ook het handelen van mensen zien. Mensen hebben dit gerepareerd. Mensen hebben dit object gekoesterd. Mensen hebben daar zorg voor gehad. Voor behoud, het herstel en het voortleven van het object. De hand van de mens is dus ook goud waard. En dat is precies de basis voor een nota die we op dit moment aan het schetsen zijn in ons groot verhalenboek bij Erfgoed Brabant. Goud van Brabant gaat onze nieuwe meerjarennota heten. En dat gaat dus over de combinatie van het object dat goud waard is, maar vooral ook de mensen die zich met die objecten en met die verhalen bezighouden. Spullen en mensen. Jullie die allemaal bezig zijn in die erfgoedsector en de spullen waar jullie mee bezighouden. Bijvoorbeeld in Etteleurkast. Welkom. U en ik, wij zijn allemaal misschien wel het goud van Brabant. Sprookjes, nog niet ten einde, maar nou ga ik het heel saai doen. Ik ga nu gewoon over het beleid van Erfgoed Brabant vertellen. Ja, mag dat? Heel kort. We komen uit een tijd van onderhouden van die objecten, van die spullen van toen. En we hebben de afgelopen tijd zwaar ingezet op de verhalen van de mensen van toen, die aan die spullen kleven. Stones
en stories. En we hebben zwaar ingezet op het ondersteunen van de mensen van nu die zich met die spullen en met die verhalen van toen bezighouden. Maar daarmee is het verhaal niet klaar. Het dynamische verhaal van erfgoed is daar niet mee af. Want wij zijn continu bezig, zoals we hier zitten, met het waarderen, het selecteren, het herwaarderen van het erfgoed. Dat is een continu proces. Het is nog maar nog niet zo heel lang geleden dat we onze fabrieken weggooiden, afsloopten. En moet je nou eens kijken, het zijn iconen van Brabant geworden die we allemaal sexy hotspots gaan worden. Zoals de CAV in Veghel of de KVL in Oosterwijk of de spoorzones. In één keer is het fabrieksmatige erfgoed is in één keer helemaal hot geworden. Dus wij zijn continu bezig met perspectiefverschuiving en met het herwaarderen van het erfgoed. En wij voegen ook onze legacy, onze erfenis aan het erfgoed toe. He, ons, het mobieltje, dus engeltje met de mobiel op de Sint-Jan, is onze toevoeging van een ons hoofdstuk aan een boek dat we daardoor eeuwenlang kunnen blijven lezen. Als wij niet erfgoed blijven toevoegen aan het erfgoedcompendium, aan dat blokkenhuis dat we hebben, of die blokkendoos die we hebben, als we dat niet blijven toevoegen, dan kunnen we dat verhaal van de Sint-Jan over een aantal eeuwen niet meer lezen. Dat is een dynamisch erfgoedperspectief. En wij kunnen als generatie, ik ben zo'n oude man van 50 plus inmiddels al, wij kunnen bepalen, hier waarderen en selecteren. En dat kunnen we overdragen aan de next generation. En doe ermee wat jullie goed dunkt, hè? Want het is nu aan jullie op een gegeven moment. Want wij zijn alleen maar rentmeesters van het erfgoed. We zijn geen eigenaar, we moeten het doorgeven. Dat is ook traditie in de ware zin van het woord. Overleveren naar een nieuwe generatie. En dan kunnen we zeggen, doe er iets moois mee. En je kunt ook zeggen van, trek die generatie er nou eens bij. En heb nu het debat al over wat van belang is voor de toekomst. Dus jongeren zijn heel belangrijk voor een goed erfgoedbeleid. Nou, dat gaan we de komende jaren doen met, dit zal u allemaal niet verrassen, met we blijven het erfgoedbewustzijn bevorderen, de kennispoot. We blijven u als erfgoedwerkers ondersteunen met kunde. En we blijven verbinden in erfgoednetwerken onze kennispoot. Dat gaan we doen op een platform. We willen de integratie maken van onze websites, waarin Thuis in Brabant de verhalenkant zit, waarin de Brabant Cloud de collecties ontsluit, maar willen we gaan koppelen met een systeem waarin we agenda's en nieuws in dat ene Erfgoed Brabant platform gaan koppelen, voor, door en met het veld. Dat wordt uw agenda waar uw nieuws in staat en dat we op die manier proberen te koppelen. Die verhalenkant, al die prachtige verhalen van Brabant, proberen we ook te koppelen aan de vier verhaallijnen die nu ook sinds kort in het provinciaal beleid staan. Er is nu een provinciaal erfgoedkader geschreven en daarin staat dat de provincie extra accenten gaat leggen de komende jaren op een viertal lijnen die eigenlijk het hele verhaal van Brabant misschien wel omvatten, maar waarin ook focus en keuzes gemaakt gaan worden. Dat gaat over innovatief Brabant, dat gaat over religieus Brabant, dat gaat over bestuurlijk Brabant. En dat gaat over het militaire Brabant, het bevochten Brabant. Wij zijn een provincie van werk, kerk en zerk, misschien zoiets ongeveer en nog wat. Dat netwerk is van belang, want daarvoor willen we dit soort ontmoetingen, als we hier op deze prachtige plek in de Efteling hebben, samen met jullie in de toekomst ook veel meer blijven vormgeven op allerlei manieren. Want wij moeten samen, of we nou samen Erfgoed Brabant heten, weet ik nog niet, maar als wij samen allemaal dat erfgoedmerk in Brabant met z'n allen, met alle bloemen die hier bloeien, in musea, in archieven, overal, maar we moeten met elkaar veel meer op de kaart staan als één merk. En die opdracht hebben we echt met elkaar. Dus moeten we elkaars verhalen gaan delen. Dat kunnen we op allerlei manieren gaan doen. Ga ik nu eventjes niet op in. Dat verhaal sla ik over. Dat doe ik nog op een andere manier en op een andere keer. Op de website komen dadelijk allerlei spullen te staan als die meerjaren nota. En dan mag u, wanneer u minder in sprookjes gaat geloven, een keer rustig naar kijken. We doen dat ook op verrassende plekken, zoals hier in de Efteling in Theater Applaus. Welkom hier. Efteling, een prachtige plek. Inmiddels zelf bijna bejaard volgend jaar, 65 jaar dan, 1952 gestart. Zoveel erfgoed is hier inmiddels ook verzameld al, dat er zelfs een museum en een archief is. Dat er allerlei fantastische levensverhalen worden verzameld hier. Ik was gisteren toevallig hier met een Rotary Clubje uit Den Bosch. En de directeur van de Efteling die zit ook in die Rotary. En wat een ontvangst dat er elke dag dus tientallen foto's worden gestuurd van mensen alleen al bij de paddenstoel terug naar de Efteling. Daar kunnen ze boeken van maken over allerlei levensverhalen. En ik heb niet zo'n sprookjesverhaal, maar ik heb zelfs een traumatisch verhaal. Een van mijn eerste herinneringen toen ik hier kwam, was dat ik met mijn zus
weet ik nog goed, dat ze een traumaat in het bad was met de olifanten bij het Sprookjesbos. Met 6 meter diep water in mijn geheugen. Dat was het niet, was volgens mij zo, maar ik ben daar bijna verdronken. Dat is echt waar. Dat zit echt helemaal diep in mijn diepste hersenstam. En ik weet dat mijn zus me nog naar boven trok. Ik denk dat 2 was of 3, ik zou het echt niet meer weten. Dat is mijn eerste traumatische herinnering hier bij deze Efteling. En zij, zo hebben we allemaal onze verhalen bij mijn Efteling. We weten allemaal dat het begon in 1952. Daar zal straks nog van alles over verteld worden. Voor de katholieken die hier in de leerindustrie werkten. Het begon met een speeltuin, maar daar gaat Monique Hover denk ik nog op in. Maar u weet allemaal dat de Efteling ook een buurtschap was ooit in de 14e eeuw. Hè? Hier in de omgeving van Loon op Zand. En dat het op allerlei manieren werd geschreven. Als Esterlingen of Efterling. En de Eersteling was misschien wel de eerste buurtschap dat je tegenkwam in Oost-Brabant nadat je uit Holland kwam. En vroeger werd een S in het oude gotische schrift werd met een F geschreven. Dat weten de archivarissen onder u. En zo, het verhaal gaat dat in de jaren 50 een pater heeft bedacht dat de Efteling een verbastering is van de Ersteling. En dat het misschien wel ooit een keer verkeerd gelezen is. Dus erfgoed kun je ook zelf maken hier. De Efteling zelf is een verhaal. Ik heb een verhaal gisteren gehoord over een... Heb ik nog eventjes? Kijk even naar... Eventjes, goed, ik ga zo afronden. Ik zit zo lekker hier ook. Hè? Dat snap ik. Gisteren een verhaal van het Fonds Jurgense directeur over dat je de Baron bijvoorbeeld, het nieuwe attractie, dat je die gewoon kunt inkopen als dark ride of hoe heet het allemaal, als achtbaan. Is gewoon in te kopen voor 6, 7 miljoen euro. Maar het verhaal staat hier weer centraal. Het verhaal van de Baron. Dat kost wel in één keer 14 miljoen euro, geloof ik. Maar... dat is de key wat hier gebeurt. Het centraal stellen van het verhaal van de Efteling. En daarom zitten we hier op een hele geweldige plek. Om ook te gaan zoeken. Wat is jouw verhaal? Wat kunnen wij leren van storytelling zoals ze dat hier in de Efteling doen? Hoe kunnen wij ons publiek meenemen? Op een gastvrije manier. Op een storytelling manier. Hoe kun je betekenis geven aan het verhaal? Hoe kun je je presenteren? Hoe kun je ervoor zorgen dat de luisteraar luistert? Al dat soort dingen willen we vandaag in een inspiratievolle erfgoedontmoeting met fantastische gastsprekers naar voren gaan brengen. Uiteindelijk is er niks nieuws onder de zon, want Herodotus die schreef in 450, 420 voor Christus al zijn historieën. En verhaal is niks anders dan historia. Dus wat dat betreft zitten we eigenlijk heel dicht bij elkaar.